Hey, als een ijsje in Nederland al zo lekker is, hoe lekker moet hij dan wel niet zijn in IJsland? Hey. Hey Bram, wil je mee naar IJsland om een ijsje te halen? Ja. Ja. Wil je ook mee? Ja. Ja, oké. Zal ik anders ook meegaan? Nee. Sean, dikke Sean! Wat zijn dan? Nee. Oh, het begint nu al, joh. Dat is een heel lange reis. En terwijl wij daar naartoe vliegen, kan jij lekker even op de abonneerknop drukken. Doe maar, je hebt de tijd nog. Ik mag wel. Klik dan. Ik schaam. Besef hoe lekker dat ijs hier wel niet moet zijn. Waarom? IJsland? Is dat deze video? Ja? Wat wordt de video? Ik ken de titel nog niet. IJsje halen in IJsland. Maar ik had al, die had er gerust bij mij om de hoek even ijsje kunnen halen. Zo. Het is koud, hè? Het is fris wel. Het is wel fris, ja. Online staat dus, dat is ook zo trouwens, dat het 7 à 6 graden is. Dus dat op zich klinkt dat best wel prima. Maar het is hier een wind, jongen. Het is koud. Oh, thanks, man. Ja, natuurlijk. Fijne reis. Hij doet het niet. Hij schijt ermee uit. Hij doet het niet. Er woont gewoon iemand. Ik snap het niet. Wat is het? Oh! Oh my god, hoe kan ik het doen? Oh! Oh. Oh. 802. Ik zag er in die 802! Dat was een spannend moment, hè? We komen erin toe. Ja, maar weet je, we gaan gewoon rustig doen. Rustig een bed. Kalm, gecontroleerd. Gewoon geen gezeik. Oh! Oh ja! Hé, hey, wat een top appartementje. Wat is dat? Nou. Hé, wat leuk! Waar is de badkamer? We moesten alle drie kakken en besloten steenpapier schaars te doen om te kijken wie er als eerst mocht. Ja, en ik hoop echt, als we naar Sean moeten, dan kan je het beter Nee, dat kan niet. Eén keer, hè? Ja. Geen gezeik. Steenpapier schaar, bitch! Oh, fucker! Dat is mijn pet! Steenpapier schaar. Een vieze goor, vieze dingetje. En je houdt hem schoon. Ja, maar hij meurt ook, jongen. Ja, godverdamme. Stinkt het? Nee, ik heb niet gekakt. Oh, nice. Ah, chill. Hé, we gaan even kakken, omkleden en zo. En dan gaan we de stad in. Zo, dat was snel. Laten we naar de stad. Yo! Ik heb mijn handen nog niet gewassen. En vervolgens lekker naar bed, want er stond een lange dag voor de boeg. IJsland, joh. Oh, er komt een auto aan. Oh shit, inderdaad. Het is hier veel kouder dan we dachten, dus we moeten even wat kleding halen. Ja, ik wil een bontmuts van doodgeknuppelde zeehonden. Oké. Tijd om op zoek te gaan naar ijs. Ik ben benieuwd of ze hier ijs hebben. Ik zie wel ijs. Ja, heel ver daar. Zo. Holy shit. Hallo. Morgen. Denk je water gekocht hebben? Staat er ook op, hè? Stil. Zit te prikken. Framboos. Dat staat er ook op. Ja, ik dacht dit hoort gewoon bij het logo. Ach. Oeh, wat is dit vies. En dan nog die stinkwrap van Sean erbij. Maar wat nou als je hier iets in laat vallen? Ja, dan ben je het kwijt. Dan ben je het kwijt. Ruik je ook een beetje dat... zwavel? Of is het die rap? Het is een stinkrap van Sean. Ja, of zijn het stenen? Ja, het zijn planten. Het lijken wel vissen. Het zijn geen vissen. We kunnen dichterbij komen.
Nee, de zon. Dit zijn planten, ze bewegen niet. Kijk, kijk, Sean gaat een steentje gooien. En dan gaan we kijken of het vissen zijn of dat het planten zijn. Want als het vissen zijn, gaan ze natuurlijk wegzetten. Ja, uiteraard. Ik weet zeker dat het planten zijn. Kijk, er staan dat die mensen, dat durf je. Doe maar! Doe maar! Ja hoor! Doe maar, Sean! Hallo! Hij is best aan het flirten. Foto! Oh! I'll take the picture now! Yes! Yes! Very nice! Oh, hij gooit al. Nee! Jezus, wat gooit! Daar! Verder, man! Helemaal verder! Ja? Ja. Zie je? Zie je? Ze zijn weg! Ze zijn weg! Zie je het? Zie je ze zwemmen? Ja, man. Ja, je hebt glazen. Holy shit, het zijn vissen. Het zijn allemaal dikke vissen. Nou, ik zei dat al. Ja, je ziet het niet op beeld, denk ik. Oh, maar het zijn wel... Oh, je ziet het niet op beeld. Het zijn planten, man. heb je geflirt met? Heb je een nummer gevraagd? Nee. Ik heb een... Steve. Ik heb een vriendin. Maar heb je een nummer gevraagd? Ja. Ja. En wat bleek nou, dat precies toen wij op IJsland waren, er ook een vulkaanuitbarsting gaande was. Dus dat was een heel goed idee om daar naartoe te gaan nu. Een vulkaanuitbarsting! Het is een vulkaanuitbarsting! Ik voel de grond ook trillen. Ik vind het ook heel vet. Alleen dat geschreeuw van die dikke Sean, dat komt echt mijn neus uit. Kijk hoe vet, de film is daar recht. Ja, het is echt prachtig mooi weer. Jezus Christus, nou wat is dit mooi. Ze zeggen dus dat er gewoon vanaf nu, ieder moment, iets meer deze kant op, een soort van nieuwe scheur zo kan openspleiten. Wat een prettig idee. Ja. Fucking ziek, gast, what the fuck. Ja, het is wel vet. Stel we staan daar, dan ben je zo... To the active volcano, yeah! Gelukkig is het ook weer niet winderig hier zo. En boeien. Oh mijn god! Wordt wel even een tochtje nog, hè jongens? Gooi. Wat was de laatste keer dat jullie zo van hebben bewogen? Niet? Nee, nooit. Oh god. Nee, stop. Jij hebt mij over de bal geslagen. Gijzelaar. Jij hebt mij over de ballen geslagen. Normaal niet. Jawel, drie keer. Dat was niet eens raak. We beginnen nu aan de klim. Kots al bijna bloed. Hoe kan het nou? Je ziet allemaal van die oude mensen dit beklimmen. Ben kapot. Allemaal slijm en bloed. Oh, heel. Ja. Oh, en die dikke Sean die doet het gewoon. Jongens? Ja? Ja, daar wordt het stijl. Maar daar ben je er wel ook gewoon, hè? Het valt wel mee. Ja. Ja. Oh, man. Ik ga nu al een banaantje en een watertje lusten. Ja, een watertje vooral. We hadden de klim naar de vulkaan nogal onderschat en waren zo'n beetje de enige mensen op deze hele berg zonder water bij zich. Ik denk dat er weinig mensen hier zijn zonder drink. We kunnen beachen. Hey, wat nou als we zo'n stroompje tegenkomen, dat we eruit kunnen drinken? Ja, lava. Lava. Een lavastroompje. Lekker. Juist, hè. Dus even daar. Daar komen we vandaan, dat is onze auto. Ja, dat... Huh? We komen hierboven en ze hebben hier nog steeds geen ijs. Oh ja, nee. Eigenlijk lopen we nu op de totaal verkeerde kant, want bij lava hebben ze sowieso geen ijs, denk ik nu. Oké dan. Dit was lava.
Je kan hier dus absoluut niet op lopen, want het kan zijn dat er onder die korst gewoon nog echte lava is van 1000 graden. En daar wil je dus niet doorheen. Sick! Kijk, zo zie je echt die lavasteen ontstaan. Zo jongens, dit is gewoon nog helemaal warm. Hey, best wel leuk zo'n vulkaan. Ja. Maar? Geen ijs. Nee, wel lava. Ja. Misschien kunnen we een lavacake eten bij een vulkaan. Dat is wel lachen. Met een vulcano eten bij een vulkaan. Nou, we er mee moeten nemen. We gaan? Ja. Holy shit. Nou, dat is wel waard, maar ik ben wel kapot. Oh, wat fijn voor je, zeg. Oh, willen wij ook een slokje? Nee. Oh, wat regering lijkt hier. Nou, ik denk dat we moeten gaan chillen bij de Blue Lagoon. We besloten inderdaad dat het tijd was voor een wat relaxtere activiteit. Zwembroek bij de hand, want we zijn bij de Blue Lagoon. Die plaatjes. De hele tijd expres te doen, stomme gol. Sorry, ja, dat piep je maar weg, Siebe of Wopke, hoe heet het? Mormol. Je ziet vast wel eens die plaatjes van die mensen die dan in die blauwe water met al de stoom en rook om hen heen en die witte mond op hun gezicht smeren, dat het goed schijnt te zijn voor je huid. Dat is dus hier. Ik weet ook niet of ze er ijs hebben eigenlijk, maar ik hoop het wel. Oh, dit is het gewoon. Dit is wel heel ziek. Dat is gewoon echt een soort van zwembad. Zo'n tropisch zwembad, maar dan natuurlijk verwarmd. Ja, kijk, we gaan er zo meteen zwemmen, maar we gaan dus eerst even eten, want we zijn nog dood in de vulkaantocht. Oké dan. Kijk eens hier achter Sean. Daar gaan we zo meteen zwemmen. We vragen ons eens af hoe warm het water is. Ja. Ik denk wel lekker een beetje bubbelbad warm. Ja, ik doe een beetje een jacuzzi inderdaad. Ja, zo warm? Nou, ja. Ik denk dat het gewoon warm zwembadwater warm is. Maar er zitten ook echt mensen gewoon met hun schouders buiten, hè? Zeg maar, tot hier. Dus in een normaal zwembad zou ik dat niet doen. Dat zou ik echt tot de hele tijd tot met hier willen. Zeker met die koude lucht. Dat is waar. Ja, misschien is het wel heel warm. We gaan het meemaken. Maar eerst dit eten. Zo, kijk eens wat een lekker eten hier. En hier volgen heel veel coole GoPro beelden die ik heb gemaakt in de Blue Lagoon. Oh nee, niet. Ik ben mijn GoPro daar dus kwijtgeraakt en heb er dus helaas geen beelden van. Maar we hebben wel nog het een en ander met onze telefoon gefilmd, dus dat laat ik nu zien. Nou, we zijn hier in de Blue Lagoon. Dat is toch wel de hotspot. Hallo. Goed uitgepraat. Bij de bar. En we zijn bij de bar. Dit is een bar. En daar gaan we nu wat drinken. Ja. Sean! Heel lekker. Oh, kijk dat met die camera's heb je. Net alsof al 1000 mensen in een zwembad hebben geplast. Nou, dat vind ik echt bizar. Daar wordt gewoon iemand een huwelijk gevraagd naar boven. Kijk, en nu gaan ze seks hebben. Ze lopen nu weg om seks te hebben. En Sean heeft het in zijn YouTube video staan. Dat vind ik echt bizar. Dat denk ik bij YouTube. Wat een stomme serie is dit, zeg. Ja, sorry hoor. Stefan ken je al 10 jaar langer. Nou goed, onze zoektocht naar ijs gaat verder. Kijk, dit is wel heel lijp. We zijn dus bij echte geizer. Oh ja, ik ruik het. Een soort eilucht. Ja. We waren nu dus aangekomen bij echte geizers die heet water spuwen. Durf je daarin te springen? Oh, kijk. Wow. Huh? Wat? 80 à 100 graden. Het kookt gewoon, dit water. Het kookt gewoon letterlijk. Het kookt gewoon naar boven, hè? Durf je te voelen? Nee? Nee. Nou, het is echt gewoon ijskoud. Teleurstellend. Oh, vet. Is het een soort van zout? Ik ben toch wel bang dat iemand me erin duwt. Toch lijkt het wel lekker om hierin te zitten ofzo. Ja. Het voelt gewoon lekker warm. Om de hoeveel minuten gaat zo'n ding dan open? Oh, oh mijn god! Oeh, er komt echt een warme damp vanaf. Ja, sorry. Hé, god, ik wou net filmen. Ja. Hoe kan het nou? Ik snap er niks van. Ik snap er ook geen zak van. Vet, hé. Oh mijn god! Nog een naastgeestje. Ah, is wel cool. Maar het is geen ijsje. Oh mijn god! Sinds wanneer gaat het ding 2 keer achter elkaar? Ja kijk, want er zit nog een beetje geizerwater op mijn lens. Maar we moeten even kijken voor achter. Holy shit. Ja. Huh? Oh, dat is mooi. Ja, het is mooi. Heel mooi. Maar het is geen ijs.
Dat is waar, ja. Het is geen ijs. Kijk dan! Oh ja, film dat dan! Ja, ik ben toch bezig met een ander Zo niet nodig dit. Zo niet nodig. Zit hij te schreeuwen en terwijl hij hier zijn punt probeert te maken, rijden we langs die waterval. Die heb je nu niet gefilmd. De weer slaat een beetje om, hè? Flinke... Hè? Stroming. Zie jij al wat ijs hier? Nee. Maar het is geen ijs, wederom. Maar stel je voor dat dit ook zo'n gijs is, hè? Wow. Hier in één keer zo. Wow. Wow. Overal weer allemaal mensen. Kijk, dan zie je hoe groot het is. De schouwdeur was niet dicht. Bam! Kijk, we hebben het restaurant gevonden op internet. En het is letterlijk dit huisje. En we gaan daar nu eten. Hier gaan we eten. Raad welk gerecht dit is. Ja, wat was dit? En dat kan je nu niet meer zien, denk ik. Gast. Maar het is wel lekker. Het is heel lekker. Denk je dat ze hier ijs hebben? Oeh. Ja, nou, ik zat... Nee, hebben ze niet. Nee, oké. Okay. Ah, godzorg. Pas nou op, man. Rustig, man. Je bent zo agressief vandaag. Ah! Wat bedoel je? Gewoon, je barst steeds uit in woede en... Nee, maar even de kwek. Ik ga heel even eten, alsjeblieft. Dankjewel. Maar met wat nieuwe energie na het eten hadden we zin om op avontuur te gaan. We moeten sneeuw aanraken. En we zijn nu opeens heel hoog. En we zien hier sneeuw. We gaan sneeuw aanraken. Vandaag. We gaan die sneeuw aanraken! Ah! Vandaag! Schreeuw, Bram! Nee, ik doe daar niet aan mee. Oké! Okay! Overal sneeuw. Waar moeten we zo ver rijden? Stop hier. Hier heb je sneeuw. Meneer. We hebben toch een ontdekking? Ja. Kijk alsjeblieft uit. We reden nu op een gebied dat niemand kende en het werd toch wel heel glad en heel stijl. Maar ja, we konden hier niet meer keren. Waar ben je bang voor? Ja, dat we door zo'n bocht slippen en dat we van zo'n berg af tieven. We gaan op avontuur! Dat gaat alleen nog maar steiler. Hoe heb ik stijl in dit spik? What the fuck? Zie je op de camera? Oh shit, dit is echt... Oh mijn god, die sneeuw! Oh mijn god, nee! Oh nee! Nee, wacht, Steve, dit is echt heel glad. Steve, ja, dit vind ik niet chill. Ik kan nog niet keren. Ga je doen? God, wat ga je doen? Hij heeft wel winterbanden open. Daar mag ik toch hoop op? Zullen ze glibberen? Oh, ik durf niet naar links kijken, Bram. Oh mijn god! Oké, hier op de top. Hier bijna boven. De stering engel. Ik hou me helemaal vast. Ja, ik ook. Ik hou me helemaal vast aan die tyfusdeur. Oh mijn god, maar dit is ook echt een afgrond, man. Oh! Maar daar zijn we nou opeens, man! Oké, zet hem hier, stop. Je kan niet hoger. Nee, stop. Stop, Steve. Ja, hier staat een P. Voor parkeren. Oh, nou, dan gaan we even parkeren. What the fuck? Het geluid. What the fuck? Gast, wie gaat het eerst sneeuw aanraken? Kijk naar deze view, man. Echt ijs op IJsland, jongens. Oh. Sneeuw, motherfucker! Ga je naar boven? Nou, ik niet. Ik ga lekker naar binnen. Wacht, ik ga mee! Het is een soort sick maanlandschap. Nu zijn we echt op avontuur, hoor. Ja, man. Oh ja. Ik ben echt leuk, man. Ik kan niet beseffen dat we hier zijn. En dit vind ik nou het mooie. Het is zo'n mooi moment om dit gewoon door het werk wat je doet, gewoon dit soort fucking vette shit mee te maken, ouwe. En omdat we heel veel zin hadden in een ijsje. Ik heb nog steeds heel veel zin in een ijsje. Mooi dat je zegt dat het een mooi moment is, want het is ook een heel mooi moment om te abonneren. Ja. En te liken, als je dat nog niet gedaan had. Ja, what the fuck? Het werd inmiddels al best wel laat en we hadden nog steeds geen ijs. En waar zijn we dan nu? Gast, wat is dit? Het is een soort sterrenwacht meets museum meets bioscoop. Bioscoop. Oh jezus, waarom duurt het zo hard? Oh. Sorry. Oeh. Je moet plassen. Durf jij in het water niet? Nee. Oh shit. Het is veel dieper. Het is heel diep, dat ik niet verwacht. Shit. Sukkel. Oh nee. Suffert. Thank you. Oh mijn god. Oh, dit is heel koud. Oh, het is gewoon echt koud inderdaad. Oh mijn god. Ruikt echt naar een vieskast.
En het is ook laag, zeg. Wow, het is gewoon echt... Ja, wat denk jij? Oeh, doe nou niet spelen. Ah! Oh! Ja! Ook! Stop met de deal. Ja, dit is 100 meter. Hè? Wow. Dat is een spiegel. Oh. Oh. Dat is wel vet gemaakt. Ja, inderdaad, joh. Stop. Hier, suck my dick. Oh, dat mag ik niet zeggen. Maar toen, eindelijk, zagen we een bord. Wacht eens even. Oh, ja, kijk! Wat? Oh. Wat is er? Nee. Ja! Wat? IJs, IJs! Dat meen je niet. Is die open? Maar het staat dat er die kant op is. Nee. Ja, ja! Oh mijn god. We hebben het gevonden. Oh, nice. Hello, good evening. Oh, Jezus, hé. Nice. Is this your ice cream bar? Nice. It's a very nice ice cream bar. We have to take an ice cream in Iceland. Yeah, that's why we came here to Iceland, actually. This is a big moment for this us. This is a big moment for us. Can I have the kiwi sorbet? Yes. One scoop, please. Ik zag aan het kijken naar je. Oh. Ik zweer het, ze gaan jou meer ijs geven dan Bram, hoor. Net op. Oh mijn god! Ja, wat bedoel je? Ja, ik heb al... ik heb hem al. Oh mijn god, ik kan niet geloven dat dit het moment is waar we voor komen. Dit ding hier. En dan hebben we ook nog eens kiwi. Thank you very much. Have a nice... Tak ver? Ja, nice. Tja. Ja? Heb je de nummer? Nee, Steve, voor de laatste keer. Ik heb een vriendin. Ja, hij heeft wel een vriendin, okay, ja, hij heeft wel echt een vriendin. Ja, dat is ook. Ja. Maar heb je er nu? Yup. En daar was dan eindelijk het moment. Waar we al de hele trip naar uitkeken. Waarvoor we naar dit prachtige land zijn afgereisd. En alles wat we vandaag hebben meegemaakt en hebben doorstaan. Komt neer op dit moment. Vulkanen, gletsjers, watervallen, ijs, sneeuw, bergen. Alles was voor. Dit. Oh mijn god. Dit is het moment, hè? Dit is het moment. Dit is ijs in IJsland. In IJsland. Vet Cheerios. Wie gaat er als eerst? Cheerio. Tegelijk. Ja, nee, tegelijk. Drie. Dit is wel een heel moment, hoor. Hier we wel. Dit moet het lekkerste ijs zijn. Echt zijn. Zoveel kilometers afgereisd. Dit moet echt het besef wat we allemaal hebben gedaan al die tijd om tot op dit moment te komen. Ja. Oké. Dit drie. Moet echt zo lekker zijn. Leek lekker. Twee. Eén. Nee. Dit is hem niet voor mij in ieder geval. Ik vind hem helemaal niet zo lekker. Nee, ik gooi hem ook weg. Wat? Ik vind hem niet lekker. Gooi hem weg? Ik gooi hem weg. Nee, ik mag niet zo. Oh, een tegenvaller zeg. Zit je dat een kakken, Sjaan? Stinkvieze stinkvieze.